Het is de bedoeling om drie leeuwen te voorzien van een zender, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het gebied waar de leeuwen zitten is met 1700 vierkante kilometer namelijk behoorlijk groot. En veel leeuwen zijn er niet. Het is namelijk een beschermde diersoort. Maar na een dag lang zoeken hebben Kaandorp en zijn team beet. Kan ik schieten of kan ik niet schieten? Kaandorp is niet de enige die op de dieren schiet. De lokale bevolking schiet namelijk ook, maar dan met scherp. De bevolking die rukt op. Er worden steeds meer mensen geboren in Afrika. Die mensen die hebben hun ruimte nodig, die hebben voedsel nodig. Dus houden ze geiten, schapen, koeien. Ja, en dat komt in conflict met datgene wat er nog aan natuur over is. En dat zijn onder andere de leeuwen. En dat conflict kan betekenen dat wanneer de leeuwen buiten hun terrein gaan, dat de boeren zeggen van bah, ik wil niet dat je mijn koe of schaap of geit opeet. Dan schieten we je dood. De zenders moeten voorkomen dat de leeuwen worden doodgeschoten. Nou, dat kun je voorkomen door het exact te weten. En dan door te geven aan de mensen hier, die erover gaan. Dus de mensen die verantwoordelijk zijn voor het park. De autoriteiten, zal ik maar zeggen. En dan wanneer je ze waarschuwt van, hey, ze lopen buiten het park, hou ze in de gaten. Voorkom alsjeblieft dat die boeren ze doodschieten. Eindhovenaar Ralf Bui van het Centrum voor Milieuwetenschap in Leiden werkt samen met dierenarts Kaandorp. Wij hebben de expertise van Sjaak nodig om deze leeuwen te kunnen verdoven. Dat kunnen we niet, dat willen we zelf niet doen. Dus we hebben gewoon een zeer ervaren dierenarts nodig. Het is behoorlijk lastig werk om deze leeuwen in het wild te verdoven. Dat moet je niet onderschatten. En de expeditie is geslaagd. Drie Cameroense leeuwen lopen nu rond met een zendertje om hun nek.